Het was een hele lastige wedstrijd. En dan wordt er strijd. En dat je gewoon gaat bikkelen, dat wordt er van je gevraagd. En nogmaals. Wat voor ons niet meer in zat vandaag dan een gelijkspel. Ondanks het feit dat we de wedstrijd goed begonnen en wellicht een voorsprong hadden moeten nemen. Maar er zijn ook fases, zeker in de eerste helft geweest, dat zij een doelpunt hadden kunnen maken. Dus ik denk dat dit het maximale was. Ja, ik onderschepte, of ik pakte de bal goed af. Ja, en uiteindelijk geef ik die bal voor. Ik zag Sion goed lopen en een goede goal, denk ik. En het zou te zot zijn om nu te zeggen van we hadden van NAC moeten winnen. Het blijft gewoon een hele goede ploeg. Lastige tegenstander en het puntje is dan prima. Het is sowieso een zware periode voor mij geweest, weet je, met de winterstop en weet ik wat allemaal. Wel weg, niet weg. Hier en daar wat interesse. Er zijn er nogal wat dingetjes weet je, geweest dat je denkt van dat heb ik allemaal niet meegezeten, zeg maar. En uiteindelijk ben je gebleven en moet je gewoon, met de situatie omgaan hoe die is. En dat ben ik nu gewoon aan het doen. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben misschien wat stiller dan normaal. Maar dat neemt niet weg dat als ik de minuten krijg, dan ga ik gewoon mijn ding doen. En ik denk dat ik dat nu weer heb laten zien. Dan word ik minder stil. Sorry? Dan word ik weer minder stil. Nee, ik blijf wel kalm deze periode, denk ik.